Ik ben Jelle van Kleenputten en ik geef basgitaar en contrabas op de jazzpoprockafdeling van deze academie. De contrabas is een grotere variant van de viool. In klassieke muziek wordt er vaak gestreken met een strijkstok. In jazz- en popmuziek daarentegen gaan we de snaren aanslaan met de wijs- en de middelvinger. Basgitaar werd uitgevonden door Leo Fender. Hierbij combineerde hij elementen van zowel de contrabas als de elektrische gitaar. De basgitaar heeft 4 laagklinkende snaren en is een elektrisch instrument zonder klankkast. Bij de basgitaar hanteren we verschillende speeltechnieken. Allereerst is er de fingerstyle techniek. Hierbij slaan we de snaren aan met de wijs- en de middelvinger, net zoals bij de contrabas. Daarnaast kan je de snaren ook aanslaan met je duim. Dit zorgt voor een zachtere klank. Vervolgens kan je spelen met een plectrum. Deze techniek hebben we overgenomen van de elektrische gitaar en geeft een scherpere klank. Ten slotte is er nog de slaptechniek. Dit is een ritmische speelstijl die vooral in funkmuziek wordt gebruikt.